Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. Mooi dat je kijkt naar deze terugblik op het tweede seizoen zelf van Jong FC Utrecht. Een team vol talenten, met ieder specifieke kwaliteiten en een op voorhand nog onbekende potentie. Een team vol jongens die dagelijks trainen op sportcomplex Zoudenboog, daar ook geregeld wedstrijden afwerken. En dat alles met maar één doel, ooit slagen hier in Stadion Galgenwaard. Net als in de eerste seizoen zelf zoomen we ook nu in op de ontwikkeling van vier talenten. Jerdy Hilterman, Tim Pieters, Mohamed Malahi en Christopher Mamengi. Spits Hilterman was met 10 goals en 2 assisten opvallende in de eerste seizoenshelft. Lukt het de aanvaller om zijn doelstelling van 15 goals te halen? En hoe dicht zit hij tegen het eerste elftal aan? Tim Pieters kwam in de zomer over van derde divisionist Hercules. Met 3 goals en 5 assists beleefde de aanvaller fraaie eerste maanden als speler van Jong FC Utrecht. Krijgt dat in de tweede seizoenshelft een mooi vervolg? En hoe kijkt Pieters naar zijn toekomst bij de club? Mohamed Malahi scoorde 2 goals in de eerste 10 duels van het seizoen. Door fysieke problemen bleef het daarbij in de eerste seizoenshelft. Waarom was de Utrechter wekenlang niet inzetbaar? En lukt het hem om zijn plek in het team te heroveren? Christopher Mamengi zag eind oktober een droom in vervulling gaan. De man uit Amersfoort werd na een sterk spel bij Jong Utrecht beloond met een debuut in de hoofdmacht. Kan vanuit die minuten in het bekerduel met FC Dordrecht meer moois ontstaan. 4 talenten, ieder een eigen doel. Op 18 januari speelt Jong FC Utrecht thuis tegen Jong Ajax. Het blijkt al heel vroeg in de tweede seizoenshelft de laatste wedstrijd van Christopher Mamengi dit seizoen. Achterop wel de gebruikelijke namen met onder andere Mamengi, man met 14, speler om in de gaten te houden. Na de wedstrijd van Jong Ajax ging het de verkeerde kant op. Ik begon steeds last te krijgen van mijn enkel. Dus een tijdje binnen geweest, weer buiten geprobeerd, had ik weer wat last. En toen wat langer binnen gebleven, een week volgens mij. Toen met de fysio's weer opgebouwd, langzaamaan, en dat ging eigenlijk gewoon goed. Kwam ik terug in de groepstraining en had ik een momentje weer met mijn enkel. En sindsdien, ja, toen wist ik eigenlijk al dat het verkeerd was. Hebben foto's gemaakt en bleek er een stressfractuur in mijn enkel te zitten. Nou ja, dat was vervelend, want ik ken Chris al vrij lang. Ook in mijn eerste periode heb ik met Chris gespeeld. Hele goede gast en een hele goede verdediger. Ja, ik kan er wel omheen draaien, maar ja, dat is gewoon zo. Hij geeft altijd 200% voor het team. En daarom was het ook extra lullig dat het eigenlijk hem overkwam. Hetzelfde geldt dan voor Reda Akmim ook. Ja, toen ik het hoorde was wel dat ik moest opereren, was wel een veel moment. Dus er gaan heel veel emoties kwamen in me op. En op een gegeven moment heb ik dat zeg maar van me afgezet. Nu in dit traject gewoon alles eraan doen. En in de tussentijd natuurlijk heb ik ook beelden van mezelf gekeken. Heb ik het team gewoon gevolgd. Om nog steeds die soortige wedstrijdspanning erin te houden. Kijk, vooral thuisvoetbal. Tegen Jong PSV ben ik wel naar de club geweest. Ja, in het veld gaat het natuurlijk heel anders. Het gaat veel sneller. En als ik het voor de buis zeg maar bekijk, dan denk ik van doe dit nou of doe dat nou. Dat is makkelijk gezegd, want je staat niet in het veld. En het is aan mij hoe ik terugkom zeg maar. Ik kan er bij de pakken neer gaan zitten en van ja, het is kloten, dit, dat. Of ik kan er gewoon hard aan werken om zo sterk mogelijk terug te komen. En zowel fysiek als mentaal gewoon er zijn wanneer ik er moet staan. In het begin van de tweede seizoenshelft is Mohamed Malahi terug van weg geweest. De aanvaller miste een reeks wedstrijden in november en december door een blessure. Ik kreeg een ijsbeentje op de training, mijn rechterbovenbeen. En daarna hadden we een oefenwedstrijd tegen Volendam. En toen kreeg ik er weer een klap op. En toen was het echt pijnlijk. En het duurde echt heel lang voordat de pijn wegging. Gewoon langer dan een maand. Voordat ik echt weer kon voetballen en sprinten. Speel je nu weer vrij uit? Ja, nu speel ik gewoon weer helemaal vrij. Helemaal fit.
Malahi, daar gaat hij weer vanaf die kant. Malahi, ja! Het lukt hem! Dit is smullen, hè? Ja. mooie goal ook. Met al die schoten en al die reddingen van Bossin is het voor hem nu wel raak. Ja, even overwinningsdansje. Ja, ik neem hier mee. Ik kijk nog één keer op. En ik dacht gewoon hoog in de korte hoek. Zo hard mogelijk. Ging er hard in. Hij heeft volgens mij echt een hele goede voorbereiding gedraaid. Toen daarna inderdaad was het iets minder. Tot zijn blessure. En, maar na zijn blessure heeft hij volgens mij ook alles gespeeld. Hij is heerlijk. Doet het gewoon heel goed. Ziet de ruimte. En schiet hem heerlijk binnen. We hebben het er wel vaker samen over gehad, maar dit zijn echt de goals waar jij patent op hebt. Ja, klopt. Ik kom gewoon heel vaak in die situatie dat ik een beetje rechts aan de zijkant kom. Nog wel een man naast me heb, maar ik heb de ruimte om te schieten. En dat zijn situaties waar ik vaak in kom. En vaak zijn het goals, maar soms pakt de keeper hem ook. Voor aanvang van dit seizoen sprak Jerdy Hilterman zijn ambities uit. Ik heb gestreven voor mezelf 15 doelpunten. Dus bij deze staat hij nu op beeld. Afgesproken? Deal. toen hoorde ik hem inderdaad ook zeggen, 15 goals, schrijf maar op. Ik denk, die is op zijn hoofd gevallen, want ik heb hem in de voorbereiding gezien. Toen miste hij een aantal kansen. In de tweede seizoenshelft maakt hij niet alleen die, maar ook andere doelstellingen waar. De aanvaller debuteert op 27 januari in het eerste elftal in de uitwedstrijd bij AZ. De aanvoerder van Jong Utrecht, Jerdy Hilterman, is 22. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had er heel veel dat je misschien gekke gedachten bij zou hebben. Maar ik heb eigenlijk gewoon het gevoel, ik denk ook omdat de staf ook misschien wel grotendeels een beetje identiek is aan vorig seizoen met Jong. Dat ik gewoon een beetje het gevoel heb, het is normaal. Of ja, normaal dat wil ik niet zeggen, maar dat ik daar gewoon een goed gevoel bij heb van ja, dit is wat ik wil. Die kan hij dan toch mooi bijschrijven. En hou ik meteen een beetje vast bij Klaasie. Ik ben nu twee keer ingevallen. Eén keer bij een 1-1 stand en de andere keer bij een 1-0 of 0-1 voor. Er staat nog echt wat op het spel. Dus ja, dat getuigt wel van vertrouwen. Is dit nou heel veel anders als je zo'n situatie ziet dan een wedstrijd van Jong FC Utrecht? In dit geval niet Malahi die hem voor moet geven, maar Ter Avest? Nee, dat is niet veel verschil. Is het grootste compliment daar misschien wel dat jij voor je man bent gekomen? En dat de positie van jou in die zin gewoon goed is? Ik denk dat wel een van mijn kwaliteiten is. En dat ik door deze loopacties en de slimmigheid, leepheid misschien wel, dat ik daarom mijn minuten ook mag maken bij het eerste. Het gevoel, het neusje voor het doel. Hilterman prikt hem binnen. Nummer 11. Hilterman. Doe ze wel raak. Hilterman 1-0 voor Jong Utrecht. En voor Hult is hier nu gezien als Hilterman dat de schotje nog heel listig van richting verandert. Jerdy Hilterman voor nummer 15. Hij doet het niet, maar de rebound misschien nog wel. Jazeker. Gefeliciteerd. 15 goals. Ja, dankjewel. Dat was toch een beetje de target? Ja, dat was het doel. We hebben hem eerder gehaald. Weer een nieuw doel gesteld. Nee, ja, uiteindelijk heeft iedereen laten zien dat het een hele goede spits is. En dat het van hele grote waarde voor ons is geweest. Begin 2021 slaat de twijfel toe bij Tim Pieters. Profvoetbal, is dat echt iets voor mij? Een vraagstuk wat voor velen als een verrassing komt. Dat begrijp ik, ja. Dat hadden wel meer mensen. Een paar keer ook de vraag gekregen, waarom dan? Maar augustus, september, oktober, november, eigenlijk allemaal mooie maanden gehad. Toen ging het ook heel goed. Maar vanaf december dacht ik toch een beetje van ja, is dit nou iets inderdaad wat je echt voor een hele lange periode wil gaan doen? Dan is het inderdaad misschien maar beter om het dan niet te gaan doen. In plaats van dat je nog wel doorgaat en volgend jaar in oktober erachter komt of in september erachter komt dat je het echt niet wil. En dan moet je nog een heel jaar door. Het is prachtig om het een jaar gedaan te hebben, maar ik weet niet of het iets is wat ik mijn hele leven had willen doen. Pieters kan voorgeven en dan is het hier 2-0. En dan staat nu niet Alou, maar Asjefai, vogeltje vrij. Velanas, Pieters, dat is een lekker schot en daar is nog de goal van Jong Utrecht. En dan kan het dus zomaar nog spannend worden. Ik heb het er wel veel over gehad, ook inderdaad met mijn vrienden.
met mijn ouders veel, met mijn vriendin heb ik het veel over gehad. Ja, en die inderdaad hebben een totaal ander leven. En dus daar zie je ook een beetje hoe dat eraan toe gaat. Contact gehad met Charity. Die gaf ook aan inderdaad dat hij het knap vond dat ik zo'n beslissing kon maken. En ook vanuit de anderen, ook vanuit Chris en Mo en überhaupt al mijn teamgenoten zijn eigenlijk alleen maar fijne reacties gehad. Dus dat vond ik ook wel fijn om te horen. Is dit dan het moment? Ja. Het is 1-2. Pieters, de invaller. Jordi heeft ook aangegeven toen ik het besluit had genomen van joh, wil je nog wel de laatste twee maanden volle bak gaan? Dus als ik nog iets kan doen om in ieder geval de spelers die nog blijven voor FC Utrecht, om die in ieder geval beter te maken, dan doe ik dat graag. Ja, er is wel wat veranderd, want ja, je speelt gewoon minder, je speelt bijna niet meer. Maar ja, op de trainingen is het nog steeds dezelfde kwaliteit hoor. Waar Charity Hilterman en Christopher Mamengi dit seizoen al debuteerden in de hoofdmacht, droomt ook Mohamed Malahi van dat moment. En zo onrealistisch is dat niet. De aanvaller is weer fit, laat zich zien in duels bij Jong en zit zo nu en dan op de bank bij het eerste elftal. Het is heel mooi om elke keer gewoon mee te kunnen gaan met de A-selectie. Om op de bank te zitten, dat geeft wel wat aan. Ja, we hebben er wel eens over. En ook als we meegaan bijvoorbeeld, dan denken we wel eens van vandaag spelen of niet. Wat denk jij? En dat soort gesprekken. En dan hopen we gewoon dat we gaan invallen. Ja, tot nu toe is het alleen nog maar warm lopen. Maar ja, ik hoop echt op nog een debuut, want ik moet nog een debuut maken. Dus ik hoop niet dat jij mij nu ziet warm lopen, maar in het veld een keer. Dat zou mooi zijn. En ik denk dat je daardoor nog meer de motivatie krijgt om nog beter je best te gaan doen. Om nog even dat extra stapje te doen. En dat je dan ook echt gewoon de stap naar het eerste kan maken. En ja, daar kan uit gaan blinken. En doen waar je goed in bent. Ik vind het mooi voor die jongens. Ik vind het mooi, want uiteindelijk hebben ze dat zelf afgedwongen. Dus dat zijn gewoon hun verdiensten. Dus ik vind het alleen maar mooi. Natuurlijk zou ik er zelf ook wel willen staan en zo. Maar ja, het is niet zo. Ik heb mijn eigen proces en die van mijn eigen. Op 13 april wordt de keus van Tim Pieters openbaar. De aanvaller gaat zich richten op studie. In combinatie met voetballen op hoog amateurniveau. Aan interesse uit de top diezelfde dag geen gebrek. Ja, toen ben ik volgens mij in 2 uur tijd door een stuk of 10 clubs wel benaderd. Of ik eventueel interesse zou hebben. Dat is uiteindelijk voor mij maar een paar clubs die het echt een serieuze optie waren. Het waren inderdaad dan IJsselmeervogels en Spakenburg en Hercules en ook DAC. Ik ga na de zomer starten met een studie rechten hier aan de universiteit. In combinatie met? Hercules, ja. Voetballen bij Hercules weer. Terug op het oude nest. Ja, ik ken daar iedereen heel goed. Pieters is een echte Hercules-familie. Dus ik word er ook altijd Pieters genoemd. Dus dat zit wel snor. Ilko, onze performance trainer, die zei, hij kwam binnen als een dik studentje. En toen hij is hij keihard aan de slag gegaan en topfit geworden in een maandje of 2. Zo'n een kilootje of 9 ook er vanaf, dus dat is ook lekker. Ja. Überhaupt, ja, het is een fantastisch jaar. Het is een ervaring die je echt je hele leven mee zal geven. En iedereen die de kans krijgt, zou ik ook zeker aanraden om het zeker wel te doen. Dus nee, eigenlijk ja, als ik één woord mag zeggen over dit jaar, zou het fantastisch zijn. Wel zorgen dat die studenten kilootjes er niet bij komen volgend jaar. Nee, dat hoop ik ook inderdaad dat niet gaat gebeuren. Maar goed, het zal vast wel wat bijkomen. Het staat buiten kijf dat Charity Hilterman een sterk seizoen beleeft. Ook in de maand april laat de spits zich zien. Onder meer tijdens de 3-2 overwinning bij Telstar en de 4-0 winstpartij in Os. 2-0 in de 15e minuut en dat is een mooie goal van Hilterman. 16e doelpunt van het seizoen. Dat lukte hem soeverein. Bij de huidige nummer 18 van de keukenkampioendivisie 19 goals maken. Ik denk dat dat wel slechter is gedaan door een spits. Dus dat heeft hij fantastisch gedaan. Daar is de redding van Geens en de rebound is voor Hilterman. En daarom ook beloond door nu bij het eerste meetrainen en vaak bij de selectie zitten van het eerste. Dus compleet verdiend, denk ik. Anno 2021 is Jong Utrecht uit. Voor veel clubs uit het linker rijtje op voorhand geen makkie. De spelopvatting van Jong Utrecht wordt met de jaren steeds meer geroemd. Toch schort het te vaak aan dat ene belangrijke onderdeel om echt met een goed gevoel van het veld te stappen. Van de kust, nu het vervolg. Hier komt een
kans wilde ik zeggen. Alleen de voorzet gaat aan Malari voorbij. Het is niet leuk om naar te kijken. Omdat in principe zijn het gewoon goals. En een man of vijf van Jong Utrecht eruit tegen maar vier van Cambuur. En dan is daar Hilterman en is dit een fantastische redding van Stevens. Die de 1-0 voor Jong Utrecht voorkomt. De kans tegen Cambuur is daar mooi van. Iemand stapt uit waardoor een gat valt en daar duik ik dan in. Ja. Volgende keer een chippy of wat gaan we doen? Korte hoek laag. Nu komt daar de counter van Jong Utrecht met Malai. Die is veel sneller dan McIntosh. Malai en de bal naast. Ja, als je Mo 1 tegen 1 zet, ja, dan is het 9 van de 10 keer komt hij er voorbij. Inderdaad, ik denk als hij dan toch nog iets werkt aan zijn voorzet bijvoorbeeld. Hij is wel ongelooflijk snel. En dan zie je dat ook Cambuur wat bovenaan staat, wat topfavoriet is om kampioen te worden. Het gewoon lastig heeft om dan ook de poorten dicht te houden. Eigenlijk vind ik ook dat we gewoon best goed voetbal spelen. En heel veel kansen creëren. En vaak ook zelfs beter zijn dan de tegenstander. Maar zij straffen het gewoon vaker af. En wij laten het vaak liggen, vooral met de kansen die we krijgen. En dan ga je ook wedstrijden verliezen. En dat het is. Ik heb Jong FC Utrecht meegemaakt een aantal jaar geleden dat we soms kansloos het veld afgingen. En dat hebben we hier nog in één keer echt meegemaakt. En dat zegt gewoon dat er heel veel kwaliteit in de ploeg zit. Alleen dat we in de eindfase gewoon hoger moeten zitten in de kwaliteit van de passing. Terwijl zijn teamgenoten van wedstrijd naar wedstrijd leven, moet Christopher Mamengi zich deze seizoenshelft richten op zijn revalidatie. De pijn die hij had, neemt geleidelijk af. Een scheurtje in mijn bot bij mijn enkel. En dat is zeg maar wat ik ook voelde als ik ging rennen. Want met lopen voelde ik het eigenlijk niet. En met rennen voelde ik aan de binnenkant van mijn enkel het steken een beetje. En dat is waar ik last van heb. Had. Zes weken heb ik eigenlijk niet veel gedaan met de bal. Want dat kon niet. Ik zat in het gips of in de wolken. En het moment dat ik weer het veld op mag met die boys, zal ik dat wel koesteren. Ook niet stiekem thuis even een balletje aangeraakt? Ja, natuurlijk wel. Ja. Nee, ja, en ook jammer voor mij inderdaad dat ik ook niet dat ik mijn laatste wedstrijd met Chris wel gespeeld heb. Want ik ga er niet vanuit dat hij ook na de zomer plaats neemt bij Hercules. Ik denk niet dat ik dit seizoen nog wedstrijden ga spelen. Maar qua trainen en zo denk ik dat ik dit seizoen nog wel gewoon trainingsminuten kan maken. En dat is alleen maar goed, mooi meegenomen. Natuurlijk wil ik zo snel mogelijk terugkomen, maar mijn belangrijkste prioriteit is gewoon zeg maar echt gewoon klachtenvrij terug te komen. Dus dat mijn enkel gewoon goed voelt. En dat ik niet na 2 weken weer last heb van mijn enkel bijvoorbeeld. Ik neem gewoon mijn tijd, werk hard, komt het wel als het juiste moment er is. Begin mei is het moment daar. Het seizoen 2020-2021 loopt op zijn einde. Met Almere thuis en Eindhoven uit als laatste duels. Een mooi moment om de balans op te maken. Wat heeft dit jaar zoal gebracht? In 36 wedstrijden kwam Jerry Hilterman tot 19 doelpunten en 2 keer een assist. Ik denk ook dat hij daarin stappen gemaakt heeft, in zijn doelgerichtheid. En het is een jongen die ook weet waar hij nog zichzelf in kan verbeteren. En het is ook een jongen die daarvoor open staat. Dus daar heb ik een heel goed gevoel aan overgehouden. Ja, contractverlenging, debuut, ja, noem het allemaal maar op. Hopelijk de play-offs winnend meemaken. Ja, dat zijn toch ook weer dingen waar je naar uitkijkt en mee gaat nemen in je carrière. Tim Pieters speelde 31 duels, was 5 keer trefzeker en bereidde 6 keer een doelpunt voor. Hij heeft hoog rendement gehaald. Ook een goede jongen voor het elftal, voor het groepsproces. Het is wel een jongen die er heel goed over nagedacht heeft. En ook heel transparant. Ik vind het jammer dat hij weggaat als voetballer. Maar als hij daar achter staat, dan vind ik het ook mooi voor hem dat hij voor de maatschappelijke carrière gaat. Mohamed Malahi kwam 28 keer in actie, scoorde 5 doelpunten en was 2 keer belangrijk als aangever. Jammer dat hij er deze afgelopen wedstrijd niet bij kon zijn, ook vanwege omstandigheden. Maar wat ik wel een kwaliteit vind, is dat hij het altijd opzoekt. Altijd ruimte in het speelveld kunnen maken. Inderdaad, in het maken van doelpunten en in de eindfase, dat kan allemaal nog op een hoog niveau. Maar daar heeft hij ook nog in mijn optiek veel mogelijkheden in. Verdediger Christopher Mamengi, die kwam tot 15 duels bij Jong. Ik kan wel terugkijken op een prima seizoen.
mijn debuut mogen maken. Daarna ging het ook wel prima. Zat ik vaak bij de selectie. Train ik geregeld mee met het eerste, maar helaas na de winter al snel een blessure. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat ik weer gewoon normaal kan trainen en mijn wedstrijden gewoon kan spelen. Ja, dat zijn wel spelers die, die een meerwaarde zijn. Sterker, het zijn ook spelers die de potentie hebben om door te kunnen groeien en naar mijn mening naar een heel hoog niveau. Ja, wie doet zo meteen nou de lamp uit hier in Eindhoven? Jij? Je zou het bijna zeggen, hè? Dan wel straks even kijken of ik een lichtknopje kan vinden. Het team is met 35 punten uit 38 duels geëindigd op de 18e positie van de keukenkampioendivisie. Cambuur en Go Ahead Eagles zijn rechtstreeks gepromoveerd naar de eredivisie. Mooi dat je hebt gekeken naar deze special, waarin we hebben teruggeblikt op de tweede seizoen zelf van vier talenten uit Jong FC Utrecht. Jaargang 2020-2021. Een periode vol uiteenlopende ontwikkelingen. Waar de een terugkeert van een blessure, moet de ander maandenlang revalideren. En van een goaltjesdief die aan de deur klopt bij het eerste elftal, tot een speler die toch kiest voor zijn maatschappelijke carrière. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende.